Ik sta hier in galerie Yoshiko Matsumoto. En ik sta hier met, stel je jezelf even voor. Ik ben Pauline Stroosneder. En hoe lang bestaat deze galerie? Deze galerie bestaat een drietal jaar. En is eigenlijk gespecialiseerd in Aziatische moderne kunst. Maar we hebben deze keer een kleine uitstap gemaakt richting de popmuziek. En wel met de tentoonstelling Wyman Shoots. De foto's van ex-Rolling Stone Bill Wyman. Hoe is hij er zo toegekomen om te gaan fotograferen? Ja, hij heeft ons afgelopen week verteld dat hij heel vroeg begonnen is. Dat hij van zijn oom ooit een cameraatje heeft gekregen. En daar is hij mee gaan fotograferen. En ja, tijdens de Stones Tours is het natuurlijk heel lang wachten op vliegtuigen. Wachten tot je moet opkomen. En ja, wat doe je dan als je om de tijd een beetje door te komen? Pak je je fototoestel en ga je fotograferen. En dat heeft hij gedaan, want er hangen hier allemaal werken van beroemde mensen. En wat is zijn, dat is ook zijn favoriete onderwerp, of heeft hij ook nog andere dingen gefotografeerd? Hij heeft ook landschappen gefotografeerd en hij heeft ook een huis in Zuid-Frankrijk. En toen hij daar regelmatig vertoefde, doet hij nog wel, maar toen, heel lang geleden woonde daar ook een kunstenaar, Marc Chagall. En dat was zijn buurman en die heeft hij ook regelmatig ontmoet daar. Hè. Je loopt even bij elkaar binnen, je drinkt een kopje koffie, zie ik dan zo, of een glaasje wijn. Maar hij heeft ook Chagall gefotografeerd en die foto hangt hier ook in de galerie. Hoe zijn jullie zo in contact met hem gekomen? Nou, dat is een heel raar verhaal, want ik ben, behalve dat ik nu in de galerie sta, ben ik ook nog Stones fan. En ik heb een soort netwerkje van mensen die allemaal wat dingen met de Stones doen. En ik werd 3 weken geleden gebeld. Zouden jullie iets willen doen met de tentoonstelling van Bill Wyman? Want hij had 2 jaar geleden ook al geëxposeerd in Rotterdam bij Phipps Art. En Phipps Art belde ons op en die zei, Bill wil heel graag in Amsterdam gaan exposeren. Want hij logeert hier. Hij heeft hier ook een week lang op het Leidseplein gelogeerd. Dus daar kon hij hier af en toe even komen kijken. Hoe is de opening verlopen? Dat was eigenlijk ontzettend leuk. Het was eigenlijk maandag is hij aangekomen. Toen heeft hij in de Heineken Musical gespeeld. Dinsdag was hij hier op een persdag. Dat was heel erg druk. Het was zelfs zo druk dat hij zelfs woensdag nog moest terugkomen. Maar woensdag hebben we hier een echte VIP-opening gehad met allemaal BN'ers, zoals dat heet. En het was eigenlijk ontzettend leuk. En daarna hebben we met Bill Wyman gegeten op de rondvaartboot met een select gezelschap. En het was buitengewoon gezellig. Showing everybody your way. Nog leuke anekdotes? Leuke anekdotes, ja. Hij kon mijn grote idool, Charlie Watts, kan hij verschrikkelijk goed nadoen. Dat heeft hij deze week voorgedaan en daar heb ik buitengewoon om kunnen lachen. Ja. Maar het is een hele grappige man. Hij is heel, heel gewoon eigenlijk. Ja, dat is wars van alle publiciteit. Het is een buitengewoon aardige man. Donderdag hebben we hier de opening gehad voor de gewone liefhebber, laten we zo zeggen. Het zijn hier heel veel fans geweest en die hebben ook nog wat foto's gemaakt. En er is zelfs 1 fan die gaf Bill zijn camera en die zei, wil je een foto van mij maken? Dan heb ik straks een echte Wyman aan de muur. Ja. En die heeft hem gisteravond de Wyman ook nog laten signeren. Dus die
Die heeft een hele goedkope Wyman aan de muur hangen. Heb je nog iets toe te voegen aan dit korte interview? Ja, dat ik toch hoop dat hij ooit nog weer eens een keer mee gaat spelen met de Stones. Maar hopelijk op een afscheidsconcert en dan hopelijk in Hyde Park in Londen. Ja. Dat zou heel mooi zijn. Ja. Maar wie weet, we hopen eigenlijk dat het afscheidsconcert van de Stones nog heel lang op zich laat wachten. Ja. Nou, hartstikke bedankt voor dit interview. Graag gedaan.